als een letterlijk tapijt op mijn vloer lagen alle foto's van zijn werk. En toen ik al die fragmenten samengevoegd had, kon ik zijn oeuvre overzien. En toen kon ik er lijnen in gaan ontdekken. Ja, als hij een jonge kunstenaar is, wordt hij leerkracht op een basisschool. Hij heeft de tekenacademie gedaan. Dan ziet hij eigenlijk dat het heel belangrijk is voor kinderen uit de minder welgestelde buurten. Hij gaf veel kinderen uit de Schilderswijk les. Dat hij door middel van kunstonderwijs eigenlijk een breder perspectief op het leven kreeg. Hij wordt gegrepen door die Russische constructivisten, zoals Edly Sitsky, leest wat zij vinden en gaat ook dat in zijn eigen kunst mee vormgeven. Vanaf dat moment wil hij dat eigenlijk ook steeds maatschappelijker gaan inzetten en wordt echt socialist. Hij wil de wereld eigenlijk een beetje verlichten met zijn kunst, want door alle mensen naar kunst te laten kijken, kan je zorgen dat het voor iedereen een beetje beter wordt. En dat was een uitdagende ontwikkeling, want in de Tweede Wereldoorlog mocht je volgens het nationaal socialisme niet abstract schilderen. En dat deed Willem wel. Na de Tweede Wereldoorlog, als Stalin inmiddels aan de macht is in Rusland, zie je in Nederland een omslag, want dan merken Nederlandse kunstenaars dat dat regime van Stalin en dat communisme eigenlijk niet zo wereldverbeterend is. En dan wil Willem Schrover daar ook niet zoveel meer mee te maken hebben. En Willem Schrover zag ook dat mensen de abstractie helemaal niet snapten. Dat was wel zijn eerste overtuiging, maar ziet dat dat helemaal niet werkt. En dan gaat hij na de Tweede Wereldoorlog langzaamaan zijn beeldtaal bijstellen. En op dat moment gaat hij eigenlijk ook van stijl veranderen. In van die portretten die hij gaat maken met sterke contouren, met vrij vlakke kleuren erin. Als een soort striptekeningen, maar die zijn er dan eigenlijk nog niet. En dan is reclame heel erg in opkomst. Dat is eigenlijk een nieuw fenomeen. Je ziet ook bijvoorbeeld dat dan in de jaren 50 voor het eerst tekenfilmpjes komen en strips en dat soort dingen. Een eenvoudiger manier van beelding waar je een groter publiek mee kan bereiken. En Willem Schrover is dat naar mijn mening eigenlijk net een stapje voor. Die stripachtige manier van tekenen komt veel later in de jaren 50... pas echt groot op. En Willem Schrover begint daar al in de eind jaren 40 mee. En dat wordt opgemerkt ook door de recensenten hier in Nederland. Die vinden dat zeer opmerkelijk dat Willem Schrover op het moment dat heel veel jonge kunstenaars juist abstract durven te gaan werken om te laten zien wij zijn tegen dat overheersende regime van de nationaal-socialisten, gaat hij juist weer de realistische kant op. En dat vindt men wonderlijk. Het interesseerde hem eigenlijk niet zoveel als hij wat dat betreft een slechte kritiek kreeg of een opmerking over dat hij weer eens veranderd was. En wat Willem Schrover daar zelf over zegt, is dat hij een begrijpelijke taal wil maken, maar dat hij ook ziet dat jonge kunstenaars opeens abstractie als mode gaan gebruiken. En hij is wars van mode. Hij wil zijn eigen mens zijn. En dat is ook een reden voor hem om die abstractie, waarom die zo bewonderd werd door heel veel mensen, gedag te zeggen. Want hij deed gewoon wat hij zelf, waar hij zelf voor stond. Met als oogpunt dat hij altijd keek naar hoe hij een beetje iets goeds kon doen voor de wereld.